Hallo allemaal, hartelijk welkom bij weer een video over 3D printen. Beetje rare setting zoals je ziet, de camera staat een beetje raar. Reden daarvoor is dat ik film normaal gesproken met mijn iPhone. Maar mijn iPhone is even in gebruik voor iets en je hoort hem al op de achtergrond. Morgen is het Halloween. En als er één van de feesten is die ik leuk vind, dan is dat wel Halloween. En dus had ik u de vorige keer al een video laten zien over iets van Halloween. En dat was dan in dat geval een buis om een rookgordijn aan te leggen met de rookmachine. Dit keer, en eigenlijk zag ik dat heel kort van tevoren, ik zag ergens een video van iemand die een grafsteen gemaakt had. Waar je je telefoon achter kon monteren. Om vervolgens spookfilmpjes af te spelen op die telefoon. Die je dan eigenlijk in die grafsteen ziet verschijnen. En dat is het project wat ik vandaag wil laten zien. Ik ga zo de camera draaien. Je zult zien dat het wat apart is. Hij staat geleund tegen mijn printer aan. Het komt, ik heb het STL-bestand wat ik onder in de video zal plaatsen. Heb ik wat moeten aanpassen. Was net iets te groot voor mijn printbed. En ik heb hem toen naar 80% teruggebracht. Er staat trouwens ook een hele grote versie van in die STL. Dus als je een extreem grote printer hebt, dan kun je ook echt een grafsteen van een halve meter hoog maken. Dat kan. Maar goed, in dit geval is het een kleintje geworden. En achter die grafsteen komt dus die telefoon te zitten. Nou, en waar ik niet aan gedacht had, is dat als ik dat met 80% verklein, dat ik dan ook het gat als het ware voor die telefoon verklein. Nou, had het... Het was niet heel slecht hoor, daar moet ik tegelijk bij zeggen. Ik heb een iPhone SE. En eerste editie overigens. En met een heel klein beetje met de Dremel wat bijwerken, past mijn telefoon er precies in. Het zij wel lastig. Maar als je met je telefoon natuurlijk filmpjes gaat afspelen, dan verbruik je stroom. En dus had de maker aan de achterzijde een sleuf geplaatst om ook de kabel erin te doen. Daar heb ik een vrij stevige kabel voor mijn iPhone. En dat past omdat hij dus naar 80% afgeschaald is, het past. Maar ik kan hem dan niet op de grond zetten. Dus ik heb hem moeten plaatsen op een klein houdertje. En omdat hij dan wat naar achter leunt, dreigt hij om te vallen. Daarom staat hij geleund tegen mijn 3D printer aan. Dat is wat ik ga laten zien zometeen. Gelijk in vooraf nog even. Ik ga er gelijk daar achteraan nog iets doen. Want ik realiseer mij dat ik al een hele tijd geen updates meer heb gegeven over de test die ik aan het doen ben. Met de eventuele biologische afbreekbaarheid in zoutwater van PLA. En daar wil ik toch even iets van laten zien. Ik ga ze er zo meteen niet uithalen, maar er is wel iets bijzonders aan de hand, vind ik. En dit is na een jaar. Terwijl die afbreekbaarheid, dat zou een jaar of 3-4 moeten duren. Dus wie weet of het inderdaad wel of niet lukt. Nou, laten we eerst maar eens naar ons Halloween project gaan. Laat ik daar maar eens even de camera gaan draaien, zodat we zeg maar de grafsteen kunnen gaan zien die ik gemaakt heb. Nou, dit is de grafsteen die geprint is en aan de achterzijde zit de telefoon. Ik zal dat zo laten zien, ik zal hem zo even omdraaien. En we zien dat ik daar wat videofilmpjes op die telefoon afspeel in continuous play. Dat was trouwens nog wel een heel gedoe voordat je uitvindt hoe je op een iPhone continuous play kunt instellen. Maar dit is natuurlijk geweldig, hè? De Grim Reaper, oftewel de magere hein. En zometeen krijgen we nog wat andere dingen daarin te zien. En dit is allemaal geprint. Dus die scheuren in die grafsteen, dat is niet iets nabewerkt of zo. Nee, dat zit echt in die print. Het enige wat er niet bij hoort, is die sokkel waar die op staat. Dat bedoel ik die brede sokkel. De smalle sokkel wel. Maar die brede sokkel, dat is dus vanwege die kabel. En dat zal ik zo even aan de achterkant laten zien hoe dat zit. Maar ik vind het eerst even leuk om even iets van die grafsteen te laten zien. Met hoe dat precies zit met die filmpjes erin. En de filmpjes overigens ook, daar zal ik wel een link naartoe plaatsen. Dat is een Amerikaans bedrijf, genaamd Atmos FX. Ik zal geen link plaatsen, maar ik plaats wel de naam van het bedrijf die dit soort filmpjes verkoopt. En die kan je ook met een grote beamer op je raam projecteren. Nou, ik hou een heel klein beetje van dit soort dingen, zoals Halloween. Dus morgen met Halloween heb ik boven in een van de bovenkamerramen heb ik een projectie van een skelettenorkest. En deze projectie die je hier ziet, dit wat je hier ziet gebeuren, dit wordt in het groot op een van de benedenramen geprojecteerd. En hier gaan echt een heleboel kinderen weer op afkomen. Tenminste, als tijdens het coronavirus de ouders met de kinderen nog steeds Halloween gaan doen. Ik hoop dat dat zo is.
Want eigenlijk is dit heel goed te doen. Ik heb ook voor die kinderen wel wat bijzonders nog paraat staan. Al die kinderen namelijk, die krijgen bij ons popcorn mee. Met daarbij op die popcorn een geprinte coaster met Halloween 2020. Oftewel in het wit-zwart of in het zwart-wit. En ook dat gaan we die kinderen dan meegeven met de trick and treat. Dat is natuurlijk ontzettend leuk om te doen. En wij genieten daar altijd van als oudere mensen, ik ben een 60-plusser, om dit te doen met mensen. Ja, dit is gewoon erg leuk, wat we hier zien. Goed, ik ga even naar de achterzijde. En dan ga ik hem ook even draaien en vasthouden. Nou, hier zien we dat verhaal van die kabel daaronder. Hij heeft die sleuf gemaakt, maar die kabel die komt net iets te ver. Die houder die komt net te ver. Zodat ik zeg maar hem niet op de grond kan zetten met de kabel erin. Dus zonder kabel trouwens wel. Mijn iPhone die zit erin. Die zit er redelijk strak in. Nogmaals vanwege het feit dat ik hem afgeschaald had. En we zien daarachter een clip zitten. Een klem zodat hij zeg maar gehouden wordt op die klem. Ja. Je moet het wel zo maken dat de aan- en uitknop van die telefoon natuurlijk niet dat ding gaat uitzetten. Dat is natuurlijk niet handig. Maar je ziet het resultaat. En dat is extreem leuk. Nou, dat is in elk geval het Halloween project wat ik wilde laten zien. Morgen is het Halloween, dus wil je dit nog printen, moet je het snel doen. Je kunt dit downloaden op de link die ik je zo meteen onderin ga zetten. De print in 80% duurde 7 uur. En die moet je wel gaan printen met supports. Hij ligt op zijn rug als je hem print. In eerste instantie had ik hem zonder supports gestart. En dat was geen slimme gedachte, want op het moment dat hij zeg maar, die uitsparing voor die telefoon gemaakt heeft... Dan moet hij gaan bridgen en dat is erg groot. En dat kan eigenlijk niet omdat die grafsteen in het midden open is. Vandaar dat je supports moet gebruiken. En dat was in dit geval op mijn Prusa erg gemakkelijk te verwijderen. Nou, ik ga weer even de video stoppen. Want ik ga zeg maar er een nieuw stukje aanplakken. Maar dan gaat het even over, over die test over de biologische afbreekbaarheid van PLA. Zo, de biologische afbreekbaarheid van PLA. We hebben dus iets meer dan een jaar geleden, volgens mij was het oktober vorig jaar, ik kan het niet helemaal herinneren, zou ik moeten nazoeken. Wat ik gedaan heb, ik heb drie objecten gemaakt. Het zijn fidget spinners. Ik zal er even eentje laten zien in een andere kleur. Zo. Drie stuks in het geel, exact hetzelfde object. En die alle drie in een beker gedaan. De middelste beker die we zien is gewoon in puur water. En als we er even in kijken, dan zien we daar die fidget spinner liggen. En ik kan je vertellen, als je hem eruit haalt, merk je eigenlijk nog niks bijzonders. Ja, je ziet dat het water wat vuil is, maar ja, dat mag na een jaar ook wel. Want ik gooi het water niet weg, ik vul het bij steeds, want dat moet wel gebeuren, steeds het water bijvullen. De linker, die is nog een stukje vuiler en dat zou wel eens te maken kunnen hebben met het feit dat dat water is wat met suiker gedrenched is. Er zit dus aardig wat suiker in dat object. Ook daar zien we die fidget spinner onderin liggen. Ja, die ligt daar in feite te weken. Ik weet niet wat het resultaat daarvan gaat zijn. Ook deze is nog niet echt dat je ziet dat er iets aan gebeurd is. Maar nou komt het rare. Nu krijgen we die van dat zoutwater. De stelling was dat zeg maar PLA in zoutwater, dus in zeewater, oplost met een aantal jaren. Nou, om te beginnen zien we die zoutafzetting. Overal rond die beker. Dus ik moet af en toe moet ik dat echt weer even opvullen en aanvullen. Wat echter ook opvalt is de zoutafzetting op de fidget spinner zelf. En dat vind ik een derde ding wat opvalt, is dat bij beide andere objecten de fidget spinner dus onder in de beker ligt. En hier drijft die dus bovenop. Dus dat zoutgehalte zorgt ervoor dat zeg maar die fidget spinner bovenop drijft. Nou, ik haal ze er bewust niet uit, want ik denk dat die zoutafzetting op die fidget spinner wel eens zou kunnen bijdragen tot zeg maar die afbreekbaarheid. Ik heb geen idee, maar vandaar dat ik het erop laat zitten. En dat ik hem ook erin laat zitten, gaan ze er niet uithalen. Maar dit is op dit moment de voortgang van dat project met die biologische afbreekbaarheid van PLA. Nou, voor vandaag is het weer even genoeg. Je hoort nog steeds Halloween in de achtergrond gaan. Morgen is het Halloween, dus vandaag is een dag voor van alles opbouwen hier. Althans dat we ervoor zorgen dat die videoshows en zo klaar zijn. Ik hoop dat je de video leuk vond. Misschien doe je ook wel een Halloween. En dan is het ontzettend leuk om misschien daar ook eens wat van te laten zien. Of laat het maar in de commentaren beneden weten. Oké, nou, tot de volgende keer. Bij de volgende video over 3D printen of over CNC-routen. Bye bye.